Wij gaan Bart verrassen omdat hij zo behulpzaam is en we zijn daar heel veel dankbaar. Hé! Hey! Waar zit hij, joh? Wat is er gedaan? We willen je vandaag gewoon heel graag in het zonnetje zitten, omdat je dat meer dan verdiend hebt. Ja, hele goedemorgen allemaal. Welkom. Vandaag mooi weer. Vrijdag. Vandaag gaan we weer sporten. Goed zo, Mohamed. Tel maar. Dit zijn nieuwkomers die een status hebben in Nederland. Die dus eigenlijk kost wat kost nu zo snel mogelijk en zo goed mogelijk willen inburgeren. Dit project is een jaar of 7 geleden begonnen, echt vanuit FC Twente. Toen kwamen de eerste statushouders binnen en toen was de vraag of wij iets wouden doen voor de doelgroep. Ja, pak die laten we loslaten. Anders inburgeren is dat wij op een praktische manier gaan inburgeren. Dus met de mensen mee naar de supermarkt in plaats van te vertellen wat de supermarkt is. Woorden maken met spelletjes in plaats van papierwerk voor de neus krijgen en gaan beantwoorden geven. Dus echt alles op een hele praktische manier om ervaring te geven. Ja, als ik zeg vangen, goed je kop, vangen. Hele mooie, Seru, hele mooie. Nu het mooiste, sport. Mijn ouders leren hoe ze Nederlands leren en doen ze tussendoor spelletjes. Als ik hen blij zie, dan word ik ook blij. Ik heb hier nooit het gevoel dat je iets met elkaar verkeerd doet. En dat ze echt alles heel erg leuk vinden om te doen. Ze willen leren, ook al vinden ze het allemaal heel erg moeilijk. Het zijn doorzetten, Spuursang. Het is gewoon geweldig. Ja, echt oprecht. Wij zijn 6 jaar geleden naar Nederland gekomen. Toen ik naar Nederland kwam, dacht ik, ik wil graag snel naar mijn land terug. Ik moest aanwennen aan de cultuur. En dat is de onderdeel van inburgeren. Noaie, volgende week aan, hè? Goed zo. Mijn moeder die zat altijd in het vluchtelingenwerk. Die was taaldocente. En dat heeft me eigenlijk altijd heel erg gepakt. En toen heb ik als vrijwilligerswerk inburgeraars ondersteund. En nou, vanuit daar ben ik ook in mijn werk gekomen. Hey, op! Topper! Hoe is het? Goed, ja, goed jongen. Bart komt altijd bij ons om koffie drinken, maar vooral ook ons om te helpen met brieven. Ik kan wel brieven lezen, maar niet beter dan hem. Hij helpt ons heel veel. Ja. Ja, dat is de betalingsregeling. Lekker. Hey, leuk, we zitten hier in de kleedkamer. Ik zie jullie kijken, volgens mij zien jullie al wat. Volgens mij komt hij eraan of niet? Wow. Ja, 100%. Mooi, mooi. Ik ben ambassadeur van Score in de Wijk en dit is een heel mooi project. Op een sportelijke wijze proberen wij deze mensen te laten inburgeren. En ik heb het vandaag mogen meemaken en het ziet er heel mooi uit. En ik ben heel blij dat ik vandaag mag zijn en deze mensen blij mogen zien. Hebben jullie dan ook een traditionele dans of bedoel je... Ja? Oké. Okay, ja, heel dan... speciaal. Wij gaan Bart verrassen omdat hij zo behulpzaam is. En we zijn daar heel veel dankbaar. Bart is onze engel, een lieve man, echt. Omdat Bart zich inzet voor deze mensen en dat doet hij op een hele mooie manier. Ik ben heel blij dat wij hem vandaag daar iets voor terug mochten geven. Hé, hey, wat is dit hè, joh? Hé, hey. Oh, wat leuk joh. Dit hè, joh. Wat is er gedaan? De gezinnen die hier komen, die proberen een heel nieuw leven op te bouwen, hebben natuurlijk... Nou, echt helemaal niks. Dus we proberen op allerlei manieren te ondersteunen. Gezinnen hebben vaak ook geen ruimte en geen mogelijkheden om sportkleding aan te schaffen. Mooie muziek. Kijk, deze mensen stralen allemaal dankzij jou. We willen je vandaag gewoon heel graag in het zonnetje zetten, omdat je dat meer dan verdiend hebt. Alsjeblieft. Dankjewel. Jullie bedankt. Jullie bedankt allemaal. Geweldig. Collega's, familie. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.